In deze video ga ik je uitleggen waarom lijnen niet lukt. Lijnen brengt stress in jouw systeem. En je bent aan het denken in termen van dit eten, dit is goed en dat is fout. En van dit moet ik eten en dat mag ik niet eten. En ook al word je er niet blij van, je wilt dat lijnen wel volhouden en doorzetten. En daardoor gaat jouw lichaam in een soort van overlevingsmodus. Het maakt zich klaar om te vechten of te vluchten. En dat betekent in eerste instantie dat de energie vooral naar je brein, heel veel denken, en je spieren, dat is door die spanning die je hebt, gaat. Je spijsvertering heeft het nakijken. Dus als dieren, even een voorbeeld, op de vlucht zijn, maar ook bijvoorbeeld trekvogels, dan schakelt hun spijsvertering uit totdat ze op een veilige plaats van bestemming zijn aangekomen. Maar als jij lijnt, komt dat moment niet. En daardoor raakt jouw hele systeem uit balans. Het volgende misverstand punt waar je tegenaan loopt, is dat lijnen eigenlijk een motie van wantrouwen naar je lichaam is. Want jouw lichaam heeft, net als alles in de natuur, echt geweldige regelsystemen. Het is een perfecte computer, want alles is gericht op balans en optimaal functioneren. En zo regelt je lichaam van nature bijvoorbeeld de temperatuur. Als je te warm krijgt, ga je transpireren. En als je temperatuur te veel daalt, dan krijg je kippenvel en of de neiging om je te bewegen. En dit proces gaat helemaal vanzelf. Daar hoef jij niks aan te doen. En je lichaam heeft ook regelsystemen voor je bloeddruk, je hartslag, je ademhaling, je spierspanning, al dat soort processen, noem maar op. En dus ook voor jouw gewicht. Zou je lichaam niet in staat zijn om een optimaal gewicht te handhaven zonder dat jij je mee bemoeit? Ja, natuurlijk wel. Laat dat maar aan jouw lichaam over. Het volgende punt is dat doordat jij gaat lijnen, ontzeg jij jouw lichaam voeding. En als jij lijnt, dan denk je dat je af zult vallen omdat je immers meer calorieën verbruikt dan dat je binnenkrijgt, dan dat je eet. En soms lukt dat ook wel een tijdje. Maar het primitieve deel van jouw brein, het dierlijk brein, dat snapt niet dat je dit met opzet doet. Het ervaart een tekort en interpreteert dit als een soort van hongersnood of dreiging en gaat ter bescherming dus vet opslaan. Dus dat heeft tot gevolg dat het je niet lukt om gewicht kwijt te raken. En dat is heel frustrerend, ook al doe je zo je best. Of je merkt dat je opnieuw aankomt als je weer normaal gaat eten. En vaak dan nog meer kom je aan dan dat je was afgevallen. Dus je lichaam heeft geleerd dat het niet veilig is. Er kan zo immers maar een nieuwe dreiging of hongersperiode voorbij komen. Zo denkt het. Lijnen is ook een dwaalspoor. Als je lijnt, gaat er veel aandacht en energie naar het bezig zijn met lijnen. Je bent bezig met wat je wel of niet in huis moet halen, calorieën tellen, met bedenken hoe je om moet gaan met zwakke momenten en hoe je je gaat gedragen bij sociale gebeurtenissen. Oh, morgen op werk allemaal gebak, hoe ga ik dat doen, al die reacties, zoals gebeurtenissen bij verjaardagen. En je moet natuurlijk extra bewegen, anders zet het lijnen geen zoden aan de dijk. Dus je bent er continu druk mee in je hoofd, aan het plannen, aan het regelen. Maar het zijn onbewuste afleidingsmanoeuvres. Je hebt eerder gelijnd en toen heeft het je ook niks blijvends opgeleverd. Dus daar zullen dan wel redenen voor zijn. En zolang je daar met een wijde boog omheen blijft lopen, zal je steeds weer het ongewenste resultaat bereiken. En dat is dat je eerst afvalt en vervolgens komt het gewicht er gewoon weer bij op en nog meer dan voor die tijd. En lijnen gaat over vechten. Het vechten ergens tegen, want je wilt ergens van af. Je wilt iets niet meer en je mag dingen niet meer. Maar alles waar jij tegen vecht wordt groter, erger en meer. Want alles wat je aandacht geeft, groeit. En je brein kan niets met wat je niet wilt. Het kent het woordje niet, zou je dus als het ware kunnen zeggen. En als ik zeg dat je vooral niet aan een blauwe olifant moet denken, nou, dan staat hij onmiddellijk op je netvlies, toch? Je brein heeft een doel nodig, een positief geformuleerd doel. En wat wil je wel? Dat is de essentie wanneer je gaat afvallen. In een volgende video ga ik je vertellen wat je dan wel moet doen en hoe je dit wel moet bereiken.